Arntes, wat ons het meeste interesseert, hoe gaat het? Ja, het gaat de goede kant op. Elke dag hard werken om kleine vooruitgangen te maken. Het is wel zwaar, maar we moeten ons optrekken aan de kleine verbeteringen die we zien dag na dag, week na week. Daarop moeten we verder bouwen. En voornamelijk als je dan ziet dat het op het terrein niet altijd goed gaat, dat moet pijn doen soms. Ja, natuurlijk. Je hoopt altijd dat eerst en vooral dat je kan spelen. En als je niet kan spelen, dat de rest van de ploeg het goed doet. En natuurlijk, de afgelopen maanden zijn niet zo geweest hoe we ons hadden voorgesteld. En dat is helemaal niet plezant natuurlijk. Na de winterstop is het wel veel positiever, denk ik, het verhaal. De ploeg staat er opnieuw en daar moeten we toch ook verder op doen. En proberen het seizoen goed af te sluiten met de play-off 2. Proberen te winnen. En dan die testmatchen proberen Europees voetbal te halen. Je bent nog altijd heel belangrijk voor de groep. Ik lees vandaag in sportvoetbalmagazine, toen er de kleine akkevietje was tussen Boeks en een Boyo, dat jij meer rond de tafel bent gaan zitten, tegen die mannen gezegd hebt: jongens, gedraag je er als volwassenen en los dat hier op. Ja, dat is waar. Dus, toen dat gebeurd was, was ik hier. Of de dag erna. Heb ik ze bij elkaar geopend en heb ik ze bij elkaar gezet. En hebben daar als volwassen mensen uitgepraat. Want ja, oké, zoiets kan gebeuren op een training. Ik vind niet dat dat moet blijven hangen. Dat dat zo snel mogelijk moet opgelost zijn. En het enige spijtige aan het verhaal is gewoon dat dat zo snel naar buiten gebracht wordt. Voor de rest was het inderdaad, zoals iedereen gezegd had, een beetje fel opgeblazen. Is dat niet wat onze ploeg het meeste gemist heeft dit jaar? Een ervaren leidersfiguur, al die jonge gasten? Ja, oké. De club heeft beslist om begin dit seizoen of einde van vorig seizoen om een beetje een andere koers te varen en veel ervaren mensen te laten vertrekken. En die te replaceren door of te vervangen door jongere mensen. Dan houdt altijd risico's in natuurlijk. Dan nog bij mijn uitvallen ook nog erbij, waar bij zes mensen met ervaring die altijd basisspeler waren het jaar daarvoor, die er niet meer bij waren. En dat is misschien toch wel een beetje veel geweest. We gaan straks naar een nieuw stadion. Ongetwijfeld volgt jij dat ook, hoe dat uit de grond reist en zo. Is dat nog een droom van u, Bernd Thijs, om daar in dat nieuwe stadion nog te kunnen spelen? Ja, zeker en vast. Omdat het is nu al zoveel jaren aangekondigd dat het er gaat zijn volgend seizoen. En nu blijkt het toch eindelijk zover te zijn dat alles in orde gaat komen voor volgend seizoen. En ik denk dat iedereen er naar uitkijkt. De spelers, de supporters, de clubleiding, de sponsors. Ik denk dat dat een heel goede zaak gaat zijn voor onze club. En dat we van daarop nog beter en sterker kunnen worden. Gaat Bernd Thijs straks al nadenken over wat hij na zijn carrière gaat doen? Straks? Dat weet ik niet, maar... Nee, op dit moment is het belangrijkste gewoon die revalidatie en elke dag hard werken en vooruitgang maken en zo snel mogelijk terug te zijn op een goede manier. Ik wil zeker nog voetballen en ik wil voetballen zolang ik er zin in heb en zolang het lichaam ook mee wil natuurlijk. Dus oké, natuurlijk, ik ben niet meer van de jongste, je moet er wel eens aan beginnen te denken, maar voetballen zelf staat nog altijd op nummer 1.